Wij praten dan vandaag hierover met de directeur volkscommunicatie kabinet van de vicepresident, de heer Humphrey Dundas. Meneer Dundas, goedemorgen. Goedemorgen, heer Carlos. Ja, het is dan zo gezegd in de media en wij moeten het hebben van de officiële kanalen. Is dat werkelijk zo? Ja, inderdaad. Minister Diana Pocky is positief COVID. En hoe zou dat kunnen, vraagt men zich af. Is het gebeurd tijdens activiteiten die te maken hebben gehad met de viering van de dag van Marons? Nee. Reeds daarvoor zou de minister zich een beetje... Zeg maar, de symptomen kwamen een beetje al naar boven. Dus de minister heeft toen al wat maatregelen getroffen. En ze was dus continu met haar mondkap en ze werd continu even op de, zeg maar, gecheckt, gemonitord. Totdat ze van Poesebroenen terugkwam en dus er is geswapt en ze is positief bevonden. Ja, dat is dan toch wel jammer om aan te horen van deze kant uit minister Diana Pocky. Heel veel sterkte en een spoedig herstel wensen wij u van deze kant uit. Meneer Dundas, toch is het de vraag van nou, hoe gaan we dus verder? De ministers komen dus elke week voor een raadsvergadering. Hoe zal dat eraan toe gaan nu? Moet ergens ontsmet worden? Wat zijn de protocollen die gelden voor de raadsvergaderingen? Er zijn, als het gaat om de RVM, zijn er speciale protocollen. En dat wordt dus elke week weer gehanteerd. Waarbij dus sowieso de basiszaken zoals afstand en ontsmetting, dat die zaken continu plaatsvinden. Wat er nu gaat gebeuren, is dat de mogelijkheid wordt bekeken in hoeverre deze raad, dus de aankomende raadsvergadering, indien dat virtueel zou moeten gebeuren. Dus die mogelijkheden worden nu bekeken, maar tot nu toe is er dat het gewoon doorgaat. Enkele ministers zijn ook in zelfquarantaine, dus thuisquarantaine, geplaatst. Dus de mogelijkheid wordt bekeken om die ministers dan wel virtueel deel te laten nemen aan de RVM. Waarom zijn ministers ook in zelfquarantaine nu? Enkele van ze zijn, niet enkele, twee of drie ministers die waren dichtbij minister Diana Pocky het afgelopen weekend. En die hebben dus besloten om in thuisquarantaine te gaan. Ja, iets anders ook, meneer Dundas, u volgt ook wat er gebeurt op social media. En we hebben dus foto's gezien. Nou weten we niet of het gaat om recente foto's van een politieke activiteit. Het wordt in verband gebracht met de viering van de dag der Marons. Zijn het recente foto's en heeft het ook daarmee te maken? En hoe reageert u daarop? Laat me alvast één ding clearen. Dus dat, er wordt ook gezegd dat minister Riyad Noor Mohammed ook positief is. Dat is helemaal niet waar. Hij is in Nikeri. Ik weet dat hij al is afgereisd vandaag, maar hij bevond zich in Nikeri. Dus het is dus helemaal niet waar dus dat minister Riyad Noor Mohammed COVID positief is. De aantal van de foto's die circuleren waarbij regeringstoppers op een feest zou zijn, het is niet een normaal feest. Het zijn recente foto's. Inderdaad zijn het foto's van Nikeri. Ja. En die foto's circuleren nu op social media. En dan vraag je je af van ja, maar hoe komt het dus dat dat de ministers en notabelen allemaal zo daar waren, zo laat. Kijk, voor notabele ministers en zo, enkele mensen, zijn er speciale protocollen.
Zij hebben de toestemming, ze behoren tot, ook tot die essentiële dienst, om in elk geval na 8 uur over straat te zijn. Dat is één. Twee, het was een soort van, het was een inofficieel feestje, maar het was ook, zeg maar, laat ik zeggen, het was opgenomen in het programma. Dus dat na het officieel gedeelte, dat we officieel ergens bij een ondernemer in Nikeri een netwerkborrel of zoiets zouden organiseren of bij elkaar zouden komen. En het is dus geweest. Het was ook zo'n grand tangi ding van de ondernemer zelfs. Mm-hmm. En ik kan u zeggen, we waren eerder op de dag ook al bij de ondernemer. Misschien moet ik de naam gewoon noemen, bij de heer Mangli. Eerder op de dag, hetzelfde weekend, waren we ook al bij de ondernemer om zeg maar een bedrijfbezoek te brengen en zo. En toen was alles oké. Okay. We hebben ook daar geluncht en zo. Eerder op de dag. En toen was alles oké, men heeft dus de protocollen helemaal in acht genomen. U moet nagaan, het was een hele grote groep met wie we in Keri waren. En die protocollen werden in acht genomen. Maar in de avonduren is dat gaan verwateren. Enkele waren wel met mondkap, enkele waren niet met mondkap. Foto's zijn gemaakt, foto's zijn naar buiten gekomen. En inderdaad is het daar een beetje fout gegaan. Ja, vooral als het gaat om dat van social distancing en ook nog te veel mensen bij elkaar. De gemeenschap het die... Het was al niet al een al te grote groep hoor. Ja. Dus wat dat betreft kan ik wel zeggen van ja, maar dus dat die social distancing dat niet echt in acht werd genomen. Dat kan ik zo zeggen, ja. En het is even vol te gaan daar, ja. Ja, oké. Okay. Het is dan gezegd door u. Wij kijken dus daarnaar uit hoe de regeringstoppers dus verder ook zullen zorgen voor het voorbeeld dat zij moeten geven wanneer het gaat om het naleven van de COVID-regels. We zijn er blij om dat we dus vandaag die informatie van u hebben gehad. Virtueel zal er dus worden vergaderd, mogelijkerwijs. Mogelijkerwijs, ja. Ja, want het gaat dus slechts om 4 ministers, dacht ik zo. Dus met Diana erbij, met de Pocky erbij. Ja. Dus de mogelijkheid wordt bekeken. Zo niet gaat de vergadering gewoon door, maar dan... is er alertheid geboden. Dus. Ja. U bent op het kabinet van de vice-president. We praten over het Franklin Asset gebouw. Er zijn tal van medewerkers daar. Hoe zit het met hun, als ik het zo mag zeggen, veiligheid op de werkvloer? Kijk, sowieso voor je het gebouw binnentreedt worden die protocollen ook in acht genomen. Je moet je ontsmetten, je temperatuur wordt gemeten. Voor nu is er geen vrouwtje aan de lucht. De protocollen worden streng in acht genomen. Dus voor nu is er geen vrouwtje aan de lucht. Ik denk dus dat er wel voorzichtigheid zal worden geboden. Maar tot zover worden de werkzaamheden normaal voortgezet. Okay, goed. Mag ik u bedanken, meneer Humphrey Dundas? En ook nog heel veel succes met deze nieuwe werkweek. Dank u wel, heer Lindveld. Een fijne dag ook voor u en de kijkers. Dus. Goeiedag.